Ik ben Pascal Wiggers, ik ben hoofddocent bij de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. En we zijn hier in het Responsible Artificial Intelligence Lab op het Benno Premsla Huis van de HVA. Binnen het Responsible AI Lab doen we onderzoek naar het verantwoord en praktisch toepassen van kunstmatige intelligentie. En dan met name in de creatieve industrie en de publieke sector. Wij zijn bezig met een onderzoek samen met de gemeente Amsterdam, waarin we kijken in hoeverre kunstmatige intelligentie voor werving en selectie, dus het automatisch analyseren van sollicitatiebrieven, in hoeverre daar discriminatie kan optreden en wat we daaraan zouden kunnen doen. Wil je met ons samenwerken om onderzoek te doen naar verantwoord toepassen van kunstmatige intelligentie, dan kun je ons vinden op www.hva.nl/ai.